U bent er terug bij Van Diemt Live. In Arnhem is deze week de 21ste bioscoop van Pathé geopend. Het is nu nog de marktleider, maar de concurrentie hijgt in de nek. Hoe blijft Pathé de bioscoopketen van Nederland? Laura Nielsen is bijna 20 jaar algemeen directeur van Pathé Nederland. En meneer Nielsen moet even uw naam goed uitspreken. Laura Nielsen, u komt uit Denemarken? Dat klopt. Waar in Denemarken? Ik ben geboren in Sønderborg, dat is in het zuidelijke deel van Denemarken. Maar opgegroeid in Odense, dat is de stad van Hans Christian Andersen. Ah, kijk eens eventjes. Dus, daar zit het avontuur bij. Sprookjes. Dat is wel handig natuurlijk, hè? Want u bent nu met Pathé ook bezig om groter en nog groter te worden. Maandag werd de 21ste vestiging van uw keten geopend. De 21ste alweer. U bent in 16 steden vertegenwoordigd. En we wilden even kijken in Arnhem hoe dat ging. Dat is een mooie geslaagde avond geweest daar. Heerlijk, fantastisch. Want dat wil je wel, hè? Zo'n avond waar alles moet gebeuren. Alles goed gegaan, niet iets waarvan u dacht achteraf, ah, wat jammer. Nee, zoals altijd, op het laatste moment moet er heel veel gebeuren. Maar als wij klaar waren, dan waren wij ook klaar. Wij zijn vorige week gaan kijken bij die nieuwe bioscoop in Arnhem, waar toen wij gingen kijken, de puntjes op de i werden gezet. Daar is ons oude theater met 5 zalen, 1200 stoelen. En we staan nu in ons nieuwe theater, 9 zalen, 1700 stoelen. Dit is een zaal met Dolby Atmos geluid. 2 zalen Pathé Arnhem hebben Dolby Atmos geluid. En Dolby Atmos betekent dat het 51 speakers in deze zaal hangen, die alle 51 individueel aan te sturen zijn. Dus dat betekent dat je 51 verschillende plekken een geluidje kan laten horen in deze zaal. Dit is ons paradepaadje, de IMAX-zaal. Voor de meest optimale filmbeleving. Gigantisch scherm. En de stoelen die staan in een parabool, waardoor je allemaal heel dicht op het scherm zit, waardoor je echt die ultieme filmbeleving krijgt. Dit is het hart van het theater, de cabine van IMAX. Dit is de eerste als IMAX gebouwde zaal in Nederland. En deze twee projectoren die vuren 6000 watt licht per projector op het scherm af. En dat zorgt voor een ongekend heldere lichtopbrengst, wat zorgt voor die ultieme filmbeleving. Ja, dit ziet allemaal mooi uit, zeker als je in Arnhem woont. Maar ja, stel nu dat je een inwoner bent van Drenthe, van Zeeland, van Flevoland. Allemaal provincies waar nog geen Pathé-bioscopen zijn. Hoe kan dat dan? Houden die mensen niet van film? Of houdt u niet van die mensen? Nou, wij houden van alle mensen. Ja. De mensen houden ook van films. Maar er zijn ook andere bioscopen dan die van Pathé. En wij vinden alleen dat wij moeten zorgen dat wij de juiste kwaliteit bieden en de juiste service bieden aan al onze klanten. En dat kan niet in deze 3 provincies die ik zojuist noemde? Dat kan waarschijnlijk wel, maar ja, we moeten ergens beginnen en dan doorwerken. Dus u komt ook daar terecht? We zitten nu op 21 theaters, we zijn 20 jaar bezig, dus gemiddeld 1 per jaar. Nou, gaat het in dat tempo door of gaat het straks, zoals het heet, exponentieel groeien? Dus in een hoger tempo nog en grote sprongen makend? Nou, dat varieert. Dit jaar zullen wij in principe meerdere theaters openen. Waar nog meer? Ja, in Maastricht straks, volgende week of de week daarna. Gaan wij open in Maastricht ook met een nieuwe bioscoop. En daarna? En daarna in Nijmegen. Ja. Dus ja, daar zijn wel. Dat had ik allemaal ook al een beetje, dat wisten we. Althans, als je het een beetje gaat volgen. Ja. En ik heb het vandaag allemaal gelezen. En wat gebeurt er dan daarna? Wat we nog niet weten? Nou, dat weten wij ook nog niet. Wij zijn ermee bezig. Wij zijn ook met steden als Leeuwarden. En ja, er zijn andere plekken waar wij ook bezig zijn. Maar ja, het gaat niet zo snel, want je moet voor elke locatie moet je alles keurig op orde hebben met de gemeente en met de bestemmingsplannen en alles. Dus ja, dat vergt wat tijd. Heeft het ermee te maken dat u een hele grote speler bent, dat u daardoor iets makkelijker toegang overal toe krijgt, dat je als Pathé makkelijker overal binnenkomt? Nee, dat denk ik niet. Kijk, dat werkt anders, want in de steden zullen de lokale bioscoop-exploitanten altijd de beste contacten hebben en de meeste gewicht hebben. Dus daar kunnen wij soms moeilijk binnenkomen. Maar ja, soms lukt het. Nou zijn er 3 grote partijen. U bent nog steeds de grootste, maar je hebt natuurlijk ook de Britten, de Belgen, die hebben ook partijen. Dus helemaal uit Nederlandse handen geraakt ook. Hè? U bent zelf een Deen, maar vindt u dat jammer dat het in Nederland uit Nederlandse handen geraakt is? Nou, ik weet niet of ik moet zeggen dat ik het jammer vind. Ik vind het wel goed dat daar echt geïnvesteerd wordt en dat daar iets gebeurt. En als dat dan niet door Nederlandse partijen gebeurt, ja, dan moet je helaas kijken. De Britten van View International, Kinopolis heb je van de Belgen. En dat betekent dat u de grote, de marktleider bent. Maar u bent de prooi waarop gejaagd wordt. Blijft u de grootste? Vindt u dat belangrijk om de grootste te blijven? Niet per se.
We willen wel de beste zijn. U wil dat niet per se. Ziet u ook in de toekomst over een paar jaar dat een van die twee partijen u voorbij gaat? Nee, dat geloof ik niet. Waar baseert u dat op? Nou, één, wij hebben op dit moment de beste plekken, vinden wij zelf. We zitten in de grote steden. Wij hebben ook 20 jaar lang ervaring op de Nederlandse markt. Wij weten ongeveer wat de klant wil en niet wil. Dat kan iedereen zeggen en kan iedereen doen. Ja, het lijkt me ook een beetje raar dat u dat zegt. Want weet u dat nou echt precies? Ik hoorde ook bijvoorbeeld Videoland, Netflix kunnen concurrenten zijn. U begon met Pathé Thuis. Maar waarom, als u weet wat de klant wil, waarom is dat dan niks geworden? Nou, ja, dat komt nog. Maar kijk, daar heb je ook tijd voor nodig. Je moet ook het kijkgedrag van de klant aanpassen. En dat is nog niet zo makkelijk te doen. Maar dat komt nog? Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik denk dat Pathé Thuis bijvoorbeeld inderdaad gaat groeien. Maar dat kun je ook natuurlijk roepen. Dat zou ik ook roepen als ik u was, maar dat kun je zomaar roepen. Maar dan moet u dat toch kunnen aangeven of ergens mee kunnen staven? Ja, nee, maar wij geloven daarin, laat maar het zo zeggen. Wij geloven daarin omdat de consument op dit moment heel veel televisie kijkt op de traditionele manier. Maar de komst van Netflix heeft daar ook voor een deel veranderd. De mensen gaan langzamerhand meer kijken naar wat wil ik vanavond zien en keuzes maken. En je hebt dus meer spelers op de markt. Popcorn Time heb je natuurlijk ook. Daar worden andere concurrenten daar worden niet tegen. Zo vrolijk van, maar dat is weer een ander. Waarom wordt u daar niet zo vrolijk van? Nou, Popcorn Time is ook weer een illegaal product. En logisch dat wij daar niet zo blij mee zijn. Kijk, dat mensen op andere manier film kijken, dat is fantastisch. Dat is prima. Je kan films op je televisie kijken. Je kan films op je telefoon kijken. Maar films kijken stiekem van een kopie dat illegaal is, dat is just not done. En wanneer kijk je naar films? Dat doe je vaak in de winter natuurlijk. En laten we eens even gaan kijken naar wat voor films je kunt gaan kijken. Walker, openingsfilm in Arnhem, de nieuwe James Bond. Volgende week een première Star Wars. Wordt allemaal veel van verwacht natuurlijk. Denkt u toch ook aan alternatieven? Noemt u eens één groot alternatief. Gaat u bijvoorbeeld iets doen met voetbal in de bioscopen? Want er komen ook concerten in bioscopen, noem maar op. Maar ook iets met voetbal in bioscopen. Dat hebben wij ook eerder gedaan. En dat doen wij ook. Als wij de rechten kunnen krijgen, want dat is vaak het probleem daarbij. Wat gaat u ermee doen? Nou, we gaan het vertonen als wij de kans hebben om het te doen. Maar wat wilt u gaan vertonen? Het EK, dat heeft weinig zin, hè? Nederland doet niet mee. Nou ja, kijk, ik denk dat daar dus absoluut een markt zit. Ook voor sporttaken die op dit moment niet zo breed worden vertoond op onze normale televisie. Dus met andere woorden, als wij naar de Olympische Spelen zitten te kijken, dan zit iemand anders het regie te voeren en bepaalt wanneer je welke sporttak kan zien. Maar er zijn heel veel sporttaken die onvoldoende tijd krijgen. Als wij dat op een andere manier kunnen aanpakken, dan kunnen wij juist voor zorgen dat die mensen die daar belangstelling voor hebben, ook iets kunnen zien. Ik dank u voor dit gesprek, meneer Nielsen. Graag gedaan. Dank u wel.